boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. Normaal gezien ging vandaag de stream, deze stream van FC 25 door. Maar wegens geen zin en andere plannen. Want ik heb nu op dit moment, ik heb vandaag een meeting gehad. Het is nu vrijdag, als deze video online komt. Dus ik heb vandaag een meeting gehad met Sven over de muziek. En ja, het is waarschijnlijk uitgelopen tot aan het uur van de stream. Dus ik heb geen stream gedaan. Maar in deze video wil ik jullie een beetje uitleggen wat voor truitjes van dit seizoen dat ik wil halen. Wat ik wil kopen. En misschien heb ik binnenkort al een van de truitjes dat ik wil kopen. Dus ik begin met het eerste truitje. Als ik het vind natuurlijk op voetbalshop.be, want daarop ga ik de meeste truitjes wel bestellen. Wat staat er hier? Het eerste truitje, maar dat is niet... Allee, wacht. Ik wil sowieso al het truitje van Inter Miami, het thuistenu, thuisshirt met Messi erop, nummer 10 Messi. Maar dat truitje gaat later komen omdat ik eerst een ander truitje wil kopen. En dat truitje is van Al Nasser. Het truitje van dit seizoen van Al Nasser, het komt nu in beeld. Met het rugnummer van Ronaldo erop, dus rugnummer 7, Ronaldo, Al Nasser. En dan wil ik ook nog het Adidas Argentinië thuisshirt met Messi op, dus nummer 10. En dan wil ik ook nog, maar dat gaat misschien dit seizoen niet zijn, dit jaar niet zijn. We gaan eerder naar de dingen zijn, naar de feestdagen. Wil ik het shirtje van, had ik het hier tussen staan. Ik heb het daar straks zien staan natuurlijk. Wil ik het shirtje van Galatasaray SK kopen. Dus het shirtje van Galatasaray. Van het thuisshirt van ook van dit seizoen van Galatasaray. Dan wil ik ook nog, als ik het zie staan natuurlijk, waar staat er hier? Even zoeken, hè. Waar staat er hier? Nu vind ik dat niet even. Het shirtje van Red Bull Leipzig wil ik ook nog kopen, het thuisshirt van 2024-2025. En ik wil ook nog, maar dat ga ik misschien niet kopen dit seizoen, ik weet het niet. Dan moet ik naar de shop van Real Madrid gaan. Dus Real Madrid Store. Op dus we gaan dat in het Engels zetten. Oké. Wat ik ook wil, is het shirtje van Real Madrid, het thuisshirt. Maar niet het, het authentiek. Ik wil het dus het thuisshirt van Real Madrid.
met de Champions League patch erop. En met dus het nummer van Mbappé, nummer 9. Oké, dat is heel erg. Dat is wel best wel goed dat ik dat wil. Dan gaan we naar de OSL fanshop. Oké, dus wil ik ook wel het thuis shirt van OHL. Dat is €70. En ik wil natuurlijk nummer 11, allee, of nummer 21 Balikwisha laten opzetten. En dan wil ik bij Ajax, en dat is het laatste dat ik wil kopen. Want dit seizoen zijn er echt wel heel veel truitjes dat ik wil. En het laatste wil ik bij Ajax doen. Dat is het thuisshirt van Ajax. Met erop nummer 14, Johan Cruijff en de Eredivisie badge. Dus dat zijn zo'n beetje de truitjes die ik wil. Dus dat van Ronaldo, de twee van Messi, Galatasaray, Real Madrid. En wat zei ik nog allemaal? Dus binnenkort, binnen een paar weken waarschijnlijk, zullen jullie zien dat ik het shirtje van Ronaldo van Al Nassr ga unboxen. Als ik het geld ervoor heb, ga ik het direct kopen, het shirtje van Ronaldo. Oké, ik heb misschien heel lang gesproken dat ik Ronaldo geen goede voetballer vind. Maar ik moet er mijn meerdere in herkennen. En Ronaldo is best wel een goede voetballer. En daarom, goat herkent goat. En ja, ik vind Messi toch nog altijd de goat. Dat blijft normaal, dat blijft altijd hetzelfde. Maar ik wil toch wel een shirtje van Cristiano Ronaldo. Gewoon puur omdat ik. Ik heb nog geen shirt van Messi. Maar ook nog geen shirt van Ronaldo. En ik wil wel een shirtje van Ronaldo. Omdat ik zoiets heb van. Ik herken er wel een meerdere in. En ik vind Ronaldo best wel een goede speler. Dus Ronaldo. Ja, hij is best wel goed. Hij heeft nu de 900 goals. Hij heeft over de 900 goals gemaakt. Dus hij is echt wel. Hij is echt wel een goede speler, dus daarom wil ik ook Ronaldo zijn shirt van Al Nassr natuurlijk. Ik vond dat van Al Hilal niet, anders had ik dat van Neymar ook nog gekocht. Maar ik vond dat van Al Hilal niet. Dus het wordt shirt van Al Nassr van Ronaldo. Het shirt van Argentinië van Messi. En Inter Miami van Messi, Galatasaray. Galatasaray nog. Real Madrid, met Mbappé in de Champions League. Dan nog, Real Madrid Champions League. Dan Ajax, 14 van Cruijff en OHL, met 21 Balikwisha. Let's go.